geknokt en toch verloren. Ja, stand die ligt niet, hè? Dus inderdaad 2-1 verloren. Ja, was het een beetje de wedstrijd zoals je gepland had voor jezelf? Van tevoren zo over het verre loop, tenminste van de wedstrijd? Nou, niet zoals het gepland is, want anders had ik wel na 90 minuten dat ik 3 punten gehad. Maar qua ontwikkeling van de wedstrijd? Ja en nee. Ik vond dat we de eerste helft gewoon in balbezit. Hè, dat we gewoon tot de laatste bal, maar dat we gewoon goed hebben gespeeld. Ik vond ook dat wij gewoon heel veel de bal hadden. Hè, dus dat hebben we goed gedaan. Alleen, we komen ook in de positie dus dat we tot scoringskansen komen. Ja, alleen zijn we daarin heel erg ongelukkig. Of de laatste bal is niet goed, of positioneel maken we niet de juiste keuze. En als we wel daar komen, dan schieten we hem helaas over of naast. Dus wat dat betreft, in de eerste helft was ik op dat vlak tevreden. Alleen waar ik totaal niet tevreden over ben, is natuurlijk op de wijze hoe wij verdedigen. Want dat kan gewoon niet. Gewoon heel slap in de duels. En daar moet je ook veel mannelijker het duel spelen. Ja, en dat doen we niet, want we wisten ook wel vanuit hun dat ze in de omschakeling gevaarlijk konden zijn. Dat was de eerste wedstrijd ook. En dat was nu ook weer. Eén keer verliezen we de bal op het middenveld bij de eerste goal of tweede goal. Ja, dan moeten we daar dat duel winnen. En anders moet je gewoon in ieder geval meelopen. Ja, en dat gebeurde dus niet. En daar kwam de 1-0 ook uit. Ja, dat klopt. Dat wou ik ook aan jou zeggen. Het balverlies op middenveld en dat leidt dan tot minimaal 1 doelpunt. Misschien ook wel zelfs 2. Maar aan de andere kant, als je dan zo'n prachtige aanval hebt hier aan die rechterkant, waar je bal scherp wordt voorgetrokken en dan wordt door iedereen gemist. Dan denk ik, ja, pot voor 3 dubbeltjes. Je hebt aanvallers, dus die bal die moeten er toch in komen lopen, zou je zeggen. Ja, het is niet zo dat we er niet op trainen ook en dat we er niet aandacht aan besteden. Hè, waar iemand moet staan. Alleen het is het momentum. Hè? En, of je bent net te laat. Of, ik zag een paar echt goede aanvallen zaten er gewoon in de eerste helft bij. Ik vond dat we meer echt uitgespeelde kansen hadden qua veldspel. Ja, zeker. Daar ben ik helemaal met je eens. Dan een BSC. Alleen, nogmaals. Het gaat niet alleen maar om het mooie veldspel. En dat de tegenstander zegt, ja, je hebt een leuke ploeg en een goede ploeg. Alleen de meesten zeggen van ja. Hey, je bent dominant, maar je hebt wel verloren. Dus dat gebeurt gewoon te vaak. Ja, goed. Dat betekent dus dat je nu toch een beetje ook naar onderen moet kijken. En niet meer helemaal naar boven toe. Spelers die je hebt er een paar die je mist. Misschien langdurige blessures, maar een paar wat kortere blessures. Hoop je weer dat er wat anders gaat terugkomen qua spelers. En dat je dan toch weer makkelijker naar de doelpunten kan werken. Nou, nee, kijk, als je geen kansen meer creëert, dan hebben we een probleem. Hè? Ja, en dat is niet het geval. We moeten met z'n allen gewoon zorgen dus dat we gewoon in verdedigend opzicht, ook gewoon wanneer we de bal hebben, dat we de restverdediging gewoon beter met elkaar hebben geregeld. En daarnaast, dan gaat het op een gegeven moment, ben ik van heilig van overtuigd, hè, dat wij gewoon ook een serie weer gaan neerzetten. Volgende week wordt het even een uitdaging, want dan hebben we heel veel spelers niet. Maar goed, dat zij zo. En dan moeten we even een weekje rust. En dan hoop ik daarna dat we dan weer zo goed als compleet zijn. En dan gaan we weer een mooie serie neerzetten.